Sheila's school in Nepal is vandaag dicht, dus heeft ze nu tijd voor haar lievelingsactiviteit, vissen met een vriendin. Sheila bewaart de vissen in een speciale mand op haar hoofd. De mand is gemaakt van bamboe en wordt ook wel dahlia genoemd. Om te vissen hebben de meiden ook netten nodig. Sheila en haar vriendin doen dit en proberen zo te vissen op een duurzame manier om de vispopulatie in deze regio te behouden. Na uren vissen genieten ze samen van hun vangst.